Kenny van der Weg heeft zijn jeugdopleiding bij NAC doorlopen en maakte vorig jaar oktober zijn debuut in het eerste. Hoogste tijd dus om hem wat beter te leren kennen. Ik ben vorig jaar gedebuteerd en nu is het gewoon bijna wekelijks dat je in een vol stadion speelt. En ja, dat geeft toch wel een lekker gevoel. Maar sta je daar wel eens bij stil, wat je bereikt hebt, het besef daarvan? Ja, zeker. Ik heb hard voor moeten werken, dat wel. En ik heb veel aan mijn ouders te danken dat ik veel vrijheid heb gehad en dat ze me goed gesteund hebben. En daar sta je soms wel bij stil. Maar je zit nu hier in het NAC-stadion. Normaal sta jij op het veld, nu zit je op de tribune. Wat voor gevoel geeft jou dat? Ja, eerlijk gezegd ben ik wel trots. Ja, je bent natuurlijk trots op je doel wat je hebt bereikt. Als jonge jongen wilde je profvoetballer worden. En ja, als dat uiteindelijk is gelukt, hoe en wanneer, dan maakt het niet uit. Je bent gewoon trots op dat het is gelukt. Ja, want veel jongens die zouden natuurlijk in jouw schoenen willen staan. Die dromen van een carrière als profvoetballer en jou is het gelukt. Ja, klopt. Is ook zo. Het is niet altijd even makkelijk geweest. Ik heb er wel hard voor moeten werken. En uiteindelijk wordt het dan terugbetaald dat je toch hier in een vol stadion mag spelen. Maar wanneer wist jij dat je het zou gaan redden? Ja, je wist het natuurlijk nooit zeker. Maar ik had voor mezelf het gevoel dat ik wel, goed kon voetballen en dat ik wel aan kon sluiten. En uiteindelijk toen ik meer meetrainde en had je toch het gevoel van je zit er nu heel dichtbij. En toen heb ik gewoon alles gegeven om erbij te horen. En in het begin, toen ik er eenmaal bij was, heb ik gewoon gevochten voor mijn debuut en gevochten voor elke moment dat ik kon spelen. Hoe kijk je terug op je ontwikkeling in de afgelopen periode? Ik denk wel dat ik stappen heb gemaakt. Vorig jaar had ik in het begin een paar invalbeurten. En uiteindelijk ben ik toen basisspeler geworden. En heb ik wel veel geleerd. Het ging allemaal natuurlijk een stap sneller. En uiteindelijk wil ik blijven doorontwikkelen. En wat ik vorig jaar heb gedaan, wil ik nu eigenlijk doorzetten. Dus je kijkt tevreden terug? Ja, op vorig seizoen kan ik tevreden terugkijken. Op wat voor manier is jouw leven veranderd? Ja, ik denk wel in het begin moest je af en toe werken om toch financieel rond te komen. Maar toen ik uiteindelijk mijn contract heb getekend, is het wel wat rustiger geworden. Want normaal trainde ik en moest ik daarna gelijk door, moest ik gaan werken. En toen je eenmaal een contract had, toen was het wel allemaal wat rustiger geworden. Toen had je wel alles op een rijtje, zeg maar. Je hebt altijd in Rotterdam gewoond. Hoe anders is het om nu hier in Breda te wonen? Ja, het is nog steeds wennen om het zo maar te zeggen. In Rotterdam is altijd drukte en als je thuis kwam waren er altijd jongens met wie je omging. Op de pleintjes waren veel vrienden. En nu kom je hier thuis en is het gewoon heel rustig. En er zijn wel hele leuke mensen in mijn omgeving en dat is wel positief. Maar natuurlijk is het wel anders qua drukte en qua wat je gewend bent. En kun je een beetje wennen hier? Ja, ik begin er wel aan te wennen uiteindelijk. En hoe doe je het nu met koken eigenlijk? Want nu heb je geen moeder meer die dat altijd voor je doet. Nee, klopt. Dat is ook zo. Soms probeer ik zelf het een en ander te maken. Ik wil niet zeggen dat alles echt lukt, maar ik ben op de goede weg. En regelmatig komen ook mijn ouders langs en die koken dan voor me. Dus daar mag ik niet over klagen. En wat maak jij zelf het liefste klaar? Ja, wat ik het liefste klaar maak. Ik hou van Chinees eten, maar dat hoef je niet zelf klaar te maken. Ga ik gewoon naar beneden en dan ga ik gewoon naar de Chinees dus. Oké, maar wat maak je zelf wel eens? Ja, wat ik zelf maak, verschillende soorten pasta's, die makkelijk eenvoudige dingen. Dat mislukt niet zo nee, snel, daar kan je niet veel aan fout doen.